zaak is weer dichtgemaakt. We zijn vandaag niet open met ons koffie- en theehuisje. We hebben drukke werkdagen achter de rug. Dat is wel leuk natuurlijk. We hebben bijvoorbeeld op zondag hebben Volzet gezeten. Dan hebben we op zaterdag nog een geocache-event gehad. En op vrijdag hebben we enkel maar ontbijt gedaan. Daarna zijn we naar de babyboombeurs doorgereden. We hebben afgesproken met het liefje van Jules, Romé. En de mama zei van, ja, als Romeetje en Jules hebben afgesproken, dan kom ik ook. En hebben wij gezegd van, oké, dan komen wij ook. De deur op slot. Nee. Maar nu wel. Nee, het gaat nog niet. Maar het is wel koud, hoor. Er zit een mug in de auto. We gaan nu een keer verwarmen aan uw koffertjes. Ja, zo gaan we niet. Ja. Grappig, vorige week liepen we nog rond in een stopje en nu... is het hier in één keer zo koud geworden. We waren onderweg, maar onze auto heeft net een melding gegeven dat, dat we de banden moeten oppompen. Dus Jeno staat hier nu aan zo'n machine hier te kijken hoe het moet doen. Hij heeft dat nog nooit eerder gedaan. Dus dat is wel een beetje spannend. Ik heb het zelf ook eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Dus voor mij is het ook wel nieuw. We hebben net opgezocht met waar het onze auto moet opladen. En dan gaat Jeno nu ingeven, denk ik. Even kijken. En meneertje, lukt het daar? Ja, ja, het zal wel lukken. Meestal vast de dopjesraampjes. Hè. Er zit daar trouwens nog 50 cent in, zie ik. Wat? Er zit 50 cent in. Heb jij dat gedaan? Nee. Is dat nu van iemand anders? Nee, tuurlijk neemt hij geen 50 cent, dat is 1 euro. 1 euro 6 minuten. Het zal wel lukken. Trouwens, je ligt ook al nog een croissantje voor onze, maar hij wil het niet. Kijk. Een croissantje. Nu wel. Is het al gelukt? Precies. Allee. De machine doet hier van alles. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Papa komt eraan. Papa is eventjes de auto aan het oppompen. De bandjes. Goed? Ja. Er ziet toch precies een gelukkig gezicht uit bij Jeno. Dus ik denk dat het gelukt is. En? Ik zal u een hand geven, het is gelukt. Ja, ik hoef geen hand, denk ik. Ja, deze zijn een beetje ver geworden. Dank u. Normaal is het nu in orde moeten zijn. Maar de auto stond nog op. Ja, volgens dingen is het toch nog niet helemaal juist, denk ik. Toen nog ten 10 heeft hij links, op 22 zijn. Oei, moet je een beetje meer doen. Dat zal dan toch de algemene dingen zijn, niet? Wat? Want... moet tot 22? Maar nee, dat is volgens mij de actuele stand. Maar nu, want dan heb je nu rechts niks niet gedaan. Stond dan ook op 220. De 210. Maar er zit 210 op. Nee, 220 moet je doen. Het is gelukt. 3 van onze 4 banden zijn opgepompt geraakt. Error. Ja, toen ging het machine in error. Maar nu geeft hij wel eigenlijk die melding wel niet meer aan. Dus we weten niet heel erg van, is het nu belangrijk dat die vierde band ook nog opgepompt wordt. Ja, ja. We gaan dat nog wel doen. Bij mijn mama thuis hebben ze trouwens ook eigenlijk een bandenpomp. Dus, dan een klapband. Ja, zeg. En we zijn weer al vergeten te vloggen. We waren net klaar met ons ontbijt. Toen jij nog een keer zei, we zijn vergeten dus te vloggen. We hebben lekker geontbeten. Voor Jules was het een pannenkoekenontbijt. En ik heb een toast avocado gegeten. En Jeno een ietsje meer een klassiek ontbijt. We zijn nu ook alles terug in de auto hier aan het steken. Alles, ja, onze spulletjes en Jules. En we gaan nu nog verder rijden. We hebben in Antwerpen nog afgesproken met een vriendin. Een collega, content creator. En dan gaan we straks nog even nog een tasje koffie nog met haar nog even drinken. Maar ja, we gaan er nu ook al heen rijden. We zijn wel een beetje nog wat vroeg. Maar het is ook maar heel kort rijden. En dan gaan we daar eerst nog een beetje wandelen. En weet je niet of van nog wat het zonnetje, want het zonnetje schijnt in één keer. Hey, dat had ik eigenlijk niet meer verwacht vandaag. Het zag er zo koud uit daar straks. Ja. Of het was ook zo koud. Dus, het is nog altijd koud, maar toch dan 19 graden. Dat, ja, is al... lekker, hè? Dat is al lekker, hè? Ja, we hebben juist onze Jules trouwens al zijn winterjas aangedaan, maar het maar heel kort ritje is. We zijn bang dat hij nu dus zijn auto in slaap valt. Dat hij dan zelfs wakker gaat worden als we zijn jasje aan gaan doen. Dat is echt maar 5 minuutjes rijden. Dus even zomaar. Normaal gezien doen we dat nooit in de auto. Ik weet het, zeg het daarom nu ook even erbij. Maar als we straks dan toch weer eigenlijk de volledige mompolice op ons dak krijgen. Dus ja, kijk, hier hebben ze ook eigenlijk nog een tankstation.
Ik weet niet of we hier lucht gaan kunnen pakken. Ja, het is ook een beetje gek, hè? Eerlijk gezegd niet, zet ik. Het is hier niet zo'n uitgebreid station. Jawel, daar. Ah, ja. Water en lucht. Ah, ja. Dezelfde machine als daar straks zelfs. Ah, goed, die ken je al, hè? Dus ja. Kunnen we dat eventjes doen hier. Ja. Dat is nu een keer een heel simpel bankje hier. In het Rivierenhof. Simpel, hè? Je ziet dat steeds vaker ook in zaken, vind ik. Nu ook waar we net eigenlijk iets zijn gaan ontbijten, is ook allemaal zo simpel. Daar is niks mis mee, hè? Maar zo, ja, ik weet niet. Dat is populair tegenwoordig, zo... Hoe simpeler, hoe beter. Ja. Zijn al een keer ergens geweest waar ze nog van die schoolstoelen hadden, zo van in een kantine van vroeger. Oh ja, dat is tegenwoordig hip en trendy. Ja. Of zo nog een betonnen braakliggende vloer zo. Een onafgewerkte betonnen muur. Dat is, ja, dat heeft iets tegenwoordig. Mensen vinden dat een stijl. En je ziet dat vaak in horecazaken. In een park is dat natuurlijk net iets anders. Dus ja, dat siert ook gewoon, hè, zo wat eenvoudige zaken. Het moet niet allemaal superieur zijn, luxe en zo. Ja. Ik vind het hier wel een heel mooi park. Ik loop hier graag rond. We zijn hier al een keer eerder geweest, maar toen was het wel zomer. Ja, in het rivier nog. Het is wel een pakje kouder. Ja, het is frisser. Ja. Maar het is inderdaad een heel mooi park hier. Hè? Ja. Kijk hier, een kabouter. Ja. Zou de kabouter opper de pop zijn? Ja. Ja? Daar. Opper de pop, opper de pop. En hier worden dan vertellingen gedaan. Zo. Kleine tribune. Het sprookjeshuis. Hier worden dan de sprookjes verteld. Hè? Ja. Kijk, dit bedoel ik met zo de simpele bankjes. Zo. In de horeca, zo aan die stoeltjes. Zo van die, ja, simpel. Hè. Daar staat zelfs zo nog een lessenaartje daar ook zo. Er gaan ook gewoon mensen aan gaan zitten. Nou ja, het is hoe dan de mensen het graag hebben dus, hè. Ja, we hebben net hier nog gezellig nog aan het babbelen geweest hier op een terrasje in het zonnetje in Antwerpen. En kijk, wat een mooi uitzicht hier, hè? Mooi kasteel, hè? Vind je niet? Ja, echt waar. Ik wist niet dat hier was. Het Rivierenhof als kasteel hier, heel mooi. Ik zei het net al, hè, met die stoeltjes zo, die dingen zo. Ja, de stoeltjes zijn wel een beetje primitief. Die hebben wij ook eigenlijk nog in onze kelder staan. Die hebben bij ons afgeschreven eigenlijk. Ja, de mensen die bij ons kwamen, die vonden dat dan niet comfortabel genoeg. Maar blijkbaar is dat op andere plaatsen wel normaal. Ja. Maar hier, bij ons niet. Bij ons niet. Hé, hey, dat was leuk hier, hè? Zoveel camions en auto's. Ja, we kijken hier uit op zo nog een stukje ring, denk ik, van Antwerpen. En er passen hier de hele tijd auto's daar. Ja, dat is leuk, hè? 4, 5, ja. 6, 7, zoveel 8, auto's. 9, 1, 10. Ja, totdat dan de zulte zit hier al in zijn sokjes. Want zijn schoenen waren super vuil. En als we hem dan in een auto steken, dan doen we meestal eventjes eigenlijk nog zijn vuile schoenen uit. Want anders stampt hij zo met zijn vuile schoentjes tegen de bestuurdersstoel. Want daar zit hij dus aan die kant. En dan wordt hij helemaal vuil. Dus daarom, op sokjes. Nu weer terug naar huis. Oh. Het lijkt wel alsof wij vandaag de hele dag blijven eten en drinken. En eigenlijk is het ook wel een beetje zo. We hebben vandaag al heel erg hard genoten. Net heb ik thuis ook nog even... Net heb ik thuis ook nog even een Mexicaanse pizza gemaakt. De tweede is nog beneden, die ga jij nu halen. Jules heeft ook nog heel wat groentjes en vleesje gemaakt. Papa, dat gaan halen, Jules. Papa brengt direct dat naar boven. Is dat goed? En, want Jules eet dus trouwens niet graag pizza. Zeker denk ik geen Mexicaans. Dat is ook een beetje wat spicy. Dus ja, daarom eet Jules nu ook al nacho chipjes. Dat eet hij heel graag. En hebben we ook nog groentjes, hè? Lekker groentjes. En lust je wel. En vleesje lust je ook, hè? Ja. Ja, we zijn weer een paar uur verder. 'S avonds, het is weer al slecht nieuws. Zo net een schietincident in Brussel. Ik lees het ook maar gewoon online hier. Het is wel even schrikken, want het gaat hem blijkbaar gewoon over een soort van terreuraanslag eigenlijk. Grote paniek uitgebroken bij het Koning Boudewijnstadion. Dus die mensen zijn daar nu volgens mij allemaal naar huis aan het gaan. De wedstrijd wordt stilgelegd. En er is dus bekend nu net dat er dus een persoon... Twee
personen heeft doodgeschoten. En dat was genoeg om ons terreurniveau op niveau 4 te zetten. Voor alle duidelijkheid, ik herinner mij gisteren nog een interview met de minister van Justitie. Die zei dat het absoluut niet aan de orde was in ons land om dat niveau zo hoog te doen. Ondanks dat er toch al een paar oproepen waren geweest van de organisatie Hamas om doden te maken. Dan vooral in de Joodse gemeenschap. Ja, kijk, voilà, er zijn doden gevallen. Het gaat hem blijkbaar dan nog over vermoedelijk twee Zweedse voetbalsupporters in de Brusselse hoofdstad, die dus zijn gewoon koudbloedig doodgeschoten. Ja man, als je dat dan weer allemaal leest, dan komt dat even binnen. Het is echt pas gebeurd. Verschrikkelijk. Ja, dat gebeurt dan in België, hè. Al moet ik zeggen, Brussel. Ik vind Brussel... ik zie Brussel graag, maar eigenlijk ook niet... ik heb het niet voor Brussel. Klote stad eigenlijk. Maar bon, kijk, het is er dus wel gebeurd en het ligt in Belgisch grondgebied. Hè, dus het is dan, ja, ik vind dat zelfs schaamtelijk om eigenlijk weer al, ja, ik draag het niet mee hoor, maar ja, toch wel. Ja, het is iedere Belg die voelt dat nu weer even zo. Hè, dus een eye-opener en zo. Hoeft ook allemaal niet. Ja, ik kreeg trouwens net ook al een mailtje op dezelfde moment. Morgen zouden we normaal naar Brussel gaan voor een evenement. Dat gaat nu niet door. Dat hebben ze nu al gemaild. Dus morgen zou er een evenement in Brussel doorgaan. Groot bedrijf die iets organiseerde. Ja, wordt geannuleerd. Dus vanwege het hogere dreigingsniveau. En de situatie dus. Wat doe je daarmee? Dat is moeilijk allemaal. Hè? Nee, want... En dan denk ik vooral aan mensen die moeten buiten komen, hè. Of die in grote bedrijven werken, belangrijke bedrijven werken. Ja, die moeten toch wel met mijn eind in hun broek zitten, denk ik dan. Want dat zijn altijd zo de zaken waar de mensen, ja, het meeste bang voor zijn. Hè. Of naar luchthavens of zo. Ook in die situaties is dat allemaal niet van de poes natuurlijk. Hè. Iedereen loopt dan met een bang hartje rond. Zeker wanneer er pas iets is gebeurd, volgt ook meest... Ik ga niet meestal de woorden nemen, want ik moet er nu opletten wat ik zeg, maar er volgt vaak ook weer iets anders kort daarna, hè, want dat is zo, soms zoals een domino-steentjesvolging. En dan daarna weer eventjes weer niks en dan kan er weer wat gebeuren. Hè, zoals dat er bijvoorbeeld ook ging aan toegang in Parijs en dan kortlinks in Brussel, metrostation, waar ook een aanslag is gepleegd en dan in Zaventem natuurlijk. Dat doet je terugdenken aan weer dat. Ik hoop dat het nu deze keer niet van die orde is. Maar dit is geen gezellige boel om mee door het leven weer even te gaan. Hè. Dit is weer eventjes iedereen op scherp stellen. Niet alleen de burgers, waarschijnlijk en hopelijk ook het beschermingspersoneel die we in België hebben. De politie, maar misschien ook het leger. Ik weet niet, het is niveau 4. Is dat dan ook met leger? Jammer dat we daarmee moeten uitgaan, maar ja, ik vond het toch ook wel een te belangrijk nieuwsfeit om het niet mee te geven. Ik snap het is op het moment dat je dit weer bekijkt, zal er al meer details over bekend zijn. Is er hopelijk niet nog meer gebeurd dan wat nu al bekend is. En zal dit dat nieuws misschien alweer wat gaan liggen zijn of net niet? Misschien wordt dit nog lang meegenomen in de pers, in de media. Gaat er nog een staartje krijgen? Dat weten we allemaal dus niet. Ik weet dat nu op dit moment helemaal niet. Het is nu net binnengekomen. Ik krijg zelf van vrienden berichtjes van oh, wat erg, hè, wat er weer gebeurd is. En dan, ja, het leeft weer onder de mensen. Het is... Laf. Klootzakkerijen, zeg ik daartegen. Echt waar. Hoe komt dat in je hoofd? Dat is echt ziekelijk van de bovenste bank. Bon, morgen geen uitstap naar Brussel. Ik ben er ook niet rouwig om. Ik heb het al gezegd, daarnet de vlog. Brussel is, ja, is een outing. Hè. Brussel is niet mijn favoriete stad om te komen. Ik ben er wel een paar keer geweest. En ja, laten we zeggen dat 80% misgaat. Er is altijd wel iets in Brussel dat tegenslaat. Je kunt daar geen normale dag hebben zonder dat je denkt van... dat je daar zo even dat momentje hebt. En meestal zijn het niet alleen dat momentje, maar zijn er nog een paar momentjes dat je denkt van... ai, wat is dat hier allemaal aan het gebeuren? Bizarre situaties die je daar hebt. De manier van werken daar kan niet tegen. We hebben ook al een keer een uitstap gehad dat niet dan was. Dus laten we zeggen 80% wel en 20% oké. En ja, voor die 20% oké moet je dat nog een nieuwe kans geven.
Maar ik ben toch heel blij dat ik morgen niet naar Brussel hoef. Allee, het is toch wel niet grappig, maar ja, het is een rare stad. Gelukkig heeft België nog meer te bieden dan alleen maar Brussel. En als je er niet moet zijn, zou ik er ook niet rap naartoe gaan. Ik kan je vertellen, er zijn echt wel veel leukere plaatsen in dit land om te bezoeken dan de hellhole. En sorry voor als je in Brussel woont en dat je naar deze video's kijkt en dat je nu denkt van, Jeno, je bent erover aan het gaan. Ik weet het. Ik ken ook mensen die in Brussel wonen en die nemen me dat vaak kwalijk dat ik er slecht over spreek. Maar ik ben lang niet de enige die dat vindt. En ik weet dat er waarschijnlijk dus ook wel mooie momenten kunnen zijn, maar ik weet zeker ook dat die mensen... Ik ken ook mensen die in Brussel wonen waarvan hun auto al een paar keer in brand is gestoken geweest of vernield geweest of ingebroken geweest of beschadigd is geweest. Al ja, die mensen die blijven... Of wanneer het er aan hun raam weer straatlawaai is of van het een of het andere... Ja, want het is er altijd iets te doen, hè, in Brussel. Zijn het geen betogingen, dan zijn het wel weer voetbalmatchen die uit de hand lopen. Of dan is het weer een of andere braderij of weer feest of weet ik veel wat. Dan ze weer lawaai zitten maken en hun straat staan te pissen. Allee, er is altijd wel iets dat ik dan hoor van die mensen. Dan denk ik van ja, goh, je moet toch maar willen worden. Ja... Ik heb het er niet mee, maar bon, als jij het er wel... Maar ieder zijn meningen. Bon, we gaan gaan slapen. Weer al met een heel raar gevoel. Het is... ja, het doet iets met een mens. Morgen zijn we weer. Wat we gaan doen? Ja, onze agenda wordt een beetje aangepast. Het zal niet Brussel worden. Het zal iets anders worden. Tot morgen.